Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 2 september. Zaterdag hebben we zon en wat wolken. En vooral later op de dag neemt de bewolking van het zuidwesten iets toe. De temperatuur stijgt naar zo'n 24 graden. En er staat een zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind. Mogelijk dat tegen de avond een enkele regen- of onweersbui in het zuidwesten gestalte gaat krijgen. Maar de meeste plekken houden het droog. Zondag dan is er meer zon. De temperatuur die loopt dan weer op naar 26 graden. En er staat een zwakke tot matige, meest zuidoostelijke wind. Na het weekend dan krijgen we op maandag mogelijk een regen- of onweersbui. En de dagen daarna wordt het iets licht wisselvalliger. Dat wil zeggen, elke dag zou er een bui kunnen vallen. De temperatuur ligt nog hoog met 28 graden op maandag. Maar daarna gaat geleidelijk de temperatuur dalen. Dus de kijkers, dit was het weerbericht van dit weekend.